Gros, dat is een kaskraker. Qua publieke belangstelling de absolute top. Ruim 6000 mensen hebben de duinen ingepalmd in de hoop eindelijk nog eens een Belg te zien schitteren. Een Nijs, een wel eens een Vervecke. Groenendaal van zijn voetstuk halen is de opdracht. Maar geloven de Belgen daar nu zelf wel in? Mario de Klerk. Nee. Mark Janssens. Nee. Bart Welles. Zeker niet. Sven Nijs. Nee. Erwin Vervecke. Ja. Van wie heb jij nou vandaag het meest schrik? Van het parcours. Voilà, dat is gesproken. Zie maar, kijk eens aan in de tweede ronde. Drie Belgen in de kopgroep. Nijs, wel eens Vervecke. Ook Simonik de Vos en uiteraard Groenendaal zijn mee. Diesel van der Poel komt wat trager op gang. In de derde ronde, na nauwelijks een kwartier, vindt Groenendaal het toch iets te traag gaan. Simonik is blijkbaar ook goed op dreef. En dan pas een contingent Belgen. Vervecke, Nijs, Welles, de Nederlanders, de Vos en Van der Poel die toch stilaan opschuift. En dan pas Mark Janssens die weer zeer voorzichtig vertrokken is. Janssens komt altijd laat onder stoom. Ronde 4, het hoogste punt. Dit was ooit de Herreigersduin. Hier heerst nu soeverein koning Richard de Grote. De Belgen willen zeker niet op hun adem trappen. De Vos mag werken, maar winnen wordt daar al moeilijk voor landgenoten. Groenendaal doet eenvoudig wat hij wil en neemt alles mee. Hij doet het op zijn merks. Ik ben geen kannibaal, maar ik is net wat ik zeg. Ja, het winterseizoen duurt van oktober tot februari en dat is onze tijd. En dan moet je zorgen dat je goed bent. En als je goed bent, moet je pakken waar je pakken kunt. En daar ben ik op het moment mee bezig, denk ik. Groenendaal eenzaam buiten categorie. Alleen het gevecht voor de tweede plaats is interessant, want daar doet een Vlaamse belofte mee. Bart Welles is de dapperste van alle Belgen. Alleen hij volgt die andere oude evergreen, Adrie van der Poel. Vervecke, Nijs, Janssens laten een gaatje. Welles is sterker. Rondelang de evenknie van de 19 jaar oudere van der Poel. Van der Poel en Welles zou de vader en zoon kunnen zijn. De vader wint voorlopig het pleit. Adrie van der Poel in de volgende ronde. Alleen, want Welles heeft wat gas teruggenomen. Hij blaast wat uit in het spoor van een sterk eindigende Janssens. Groenendaal ondertussen rustig en ongestoord naar een 13e seizoen zeggen. Van der Poel vanzelfsprekend weer tweede. En dan, ja, Mark Janssens als derde. Want een zwaar ontgoochelde Welles is gevallen en rijdt ook nog de tube van de velg. Welles wordt nog overrompeld door Pontoni en wordt uiteindelijk tiende. De beste Belg verdient hier beter. 6 keer winst in 10 topcrossen, leider in de superprestige. En nu al 28 punten voorsprong in de wereldbeker. Eerlijk wezen, Groenendaal is echt topklasse. Van der Poel tweede en Mark Janssens toch een goede derde. Dat mag ook wel, want de pers heeft die Janssens toch wat uit het oog verloren. Dat heeft me niet echt gestoord tot van de week iemand zei tegen mij ik heb de indruk dat er maar 2 veldrijders in België niet meer zijn. En dan ben ik eens gaan nadenken en ik zeg ja, je hebt daar ergens gelijk. Wij worden gewoon niet meer in beeld gesteld, maar ja. Het was me al langer opgevallen. De kranten blijven min of meer wat weg, of mindert gewoon. Maar dan ligt dat gewoon aan ons om eens uit te pakken en terug in de belangstelling te rijden. Dus er zit niks anders op. Hè. Pontoni is vierde en Vervecke uiteindelijk vijfde voor Simonik en belofte wereldkampioen Sven Nijs.